Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van Parkitect. En dit keer gaan we verder aan onze Dark Ride. Onze on nou, het is ongeveer een Dark Ride, maar ook weer buiten. Dus ik weet niet of het dan een, een naam heeft. Misschien een, een buiten- en binnen-dark Ride. Misschien is dat wel het idee. In ieder geval uh, in het piratenthema. Omdat ik dus die nieuwe set van de Pirates heb gedownload. En uh, die heb ik al een tijdje weer gebruikt. Je kent het wel van de Wildwaterbaan die ik uh, in, die, in dat thema heb gedaan. En nu wou ik dus een soort van uh, een sta station gaan maken. En dat wordt leuk. Uh, ik had helemaal geen inspiratie. Maar ik moest ergens beginnen. Ik dacht van ik ga gewoon maar bouwen. En ik doe maar gewoon wat objecten door elkaar heen. En dan zie ik wel waar het schip strandt. Dat is een klein grapje, maar oké. Okay. Goed. Um... Ja, ik begon dus met de ingang. Ik heb een soort van gebouw gemaakt. En dat gebouw. Ik deed net een soort voorkant van een schip. Voor mij dat, dat buitenkantje. Dat, ja, ik vond het wel wat hebben. Dus ik dacht, ik ga er niet echt een schip van maken. Want dat is veel te veel werk. Maar ik dacht, ik wil wel een soort van balkonnetje maken. Dus zoals je ziet, heb ik inderdaad uh, ja, een soort balkonnetje van gemaakt. Gewoon met objecten kan ik erop doen. Misschien wat tonnetjes en wat plantjes. Misschien. Dat moet ik nog even kijken. Uh, maar in ieder geval, dat was het idee. Nou, in de binnenkant is gewoon heel simpel. Twee raampjes voor mensen die dan de wacht kunnen ze de achtbaan zien. En uh, nou ja, het is gewoon lekker simpel. Dadelijk komt er een dak op. En uh, het, het station is gewoon lekker simpel gedaan. Ik, ik dacht, ik ga het niet te moeilijk maken voor mezelf. Waar ik wel het meeste tijd in heb gestoken, is de buitenkant. Of in ieder geval hoe het er buiten eruit ziet. Um, ja, ik wou een soort thema maken dat je langs een, misschien een piratenvillage gaat. Een, een dorpje. En misschien dat er een pad doorstroomt. Uh, dat je naar een ander gebouw gaat, misschien. Weet je wel, we moeten gewoon iets, iets nieuws proberen. We hadden natuurlijk vorige keer al die hele zijkant gemaakt. Dus uh, die, die piratenrotsen, waar zeg maar, die wildwaterbaan doorheen stroomt. Maar ja, misschien dat is gewoon leuk. Als je gewoon vast iets hebt, dan heb je in ieder geval een soort van achtergronddecor. Het enige wat je dan nog moet opvullen is de voorkant. En ja, dat heb ik dus gedaan met een village. Een beetje een idee van een village gemaakt. Trouwens, moet je kijken naar de bomen. Dat was heel raar. Omdat de game op pauze stond, gingen de bomen door dat die een object raakten. Helemaal schuin staan. En vooral die kleine boompjes, die gingen net als een soort van kleine pionnetjes. Of van die... Alsof het van die luchtige kokers waren. Gingen ze helemaal naar de zijkant. Maar toen ik weer op play klikte, toen ging die ineens ook. Woe, ging weer naar voren? Dat was echt heel verleend. Maar goed, dat zal wel omdat je op pauze staat. Nou, je ziet dat het best wel wat drukker wordt. Ik heb uh, aardig wat kratjes neergezet. Het zijn custom objecten, dus je kan ze ook overal plaatsen waar je wil. Is best wel uniek, want uh, dit spel kan je best wel heel gedetailleerd bouwen. In het begin had ik dat nog niet het gevoel dat dat komt, dat je zo gedetailleerd kon bouwen. Maar toen inderdaad die custom scenery uitkwam, had ik zoiets van: wow, dit ziet er echt, dit is echt heel gaaf. Dit ziet er echt goed uit gewoon. Je kan echt, echt de kleinste dingetjes op elkaar bouwen. En nou ja, dat is was, dat was echt een voordeel. Ik heb een soort van daken gebruikt uit een soort van Alfin Village set, lijkt het net. Het ziet er leuk uit. Ik weet niet of het bij elkaar past, maar ik vond het er op zich wel leuk uitzien. Dus ik dacht van, nou ja, ik maak gewoon zo'n soort huisje ervan. Dan, uh, dat is gewoon het station. En daar aan de zijkant maken we dan hier en daar wat dingetjes. Want de binnenkant, waar je ziet dadelijk dat... Wat daar binnen stroomt. Dat wou ik zeg maar in het donker maken. Dus dat je daar echt objecten ziet als je daarin gaat. Maar. Uh, misschien, ja, ik denk dat ik dat zo laat. Ik denk dat in dat binnenkant gaan we een soort van idee maken. Een soort droomvlucht idee, als we de, een bekende attractie moeten vergelijken. Dat je dan inderdaad hangt. Het moet eigenlijk een achtbaan zijn, maar ik heb er een darkride van gemaakt. Dat je zeg maar als een, een, een kar, in een karretje hangt. En dat je allemaal beneden op de grond zie je allerlei thematisering. En ja, dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Ziet er leuk uit. Ik heb zelfs een gat gemaakt eronder waar je vertrekt. Om gewoon een paar details, een soort winkelshopje te gaan maken. Gewoon... Uh, een shop waar uh, gewoon dozen staan. En, en allerlei. Een zak staat er op een gegeven moment ook. En uh, plantenbakjes en dat soort dingen. Dat maakt het leuk. Ik moet die muur gaan bedekken. En een muur bedekken is, uh, is gewoon leuk. Want een muur is lelijk. Uh, je moet het wel bedekken. En het makkelijkste is om dat te doen met decor of met. Uh, ja, een muur er tegenaan nog extra. Of een huisje tegenaan zetten. Je kan er met planten doen. Je kan inderdaad het land verhogen om dat te, weg te werken. Je kan stenen tegenaan zetten. Je hebt heel veel mogelijkheden. Maar je moet gewoon een beetje wat proberen. En wat. Wat oefenen en creatief zijn. Dat is denk ik het belangrijkste als je te werk gaat om dat een beetje te verbergen. Het komt echt heel vol te staan. Uiteindelijk ben ik heel trots wat het is geworden. De attractie is nog niet af. Dus we wachten dat de volgende aflevering. dat we in ieder geval de binnenkant van de attractie gaan verder afwerken. en ook uh, de, de attractie gewoon compleet klaar hebben. Dat is de bedoeling. En dan uh, gaan we in ieder geval. Andere attracties ook helemaal thematiseren. Want ik merk dat het toch wel veel mooier en leuker is. Als we in ieder geval de basis weghalen van de attractie. Ook een, even een, een molen geplaatst. Ik vond het zo'n leuk object. En toen heb ik het andere grote object heb ik daar in de hoek geplaatst. De vuurtoren. Maar in ieder geval, het leek me leuk om. om echt attracties echt wel te gaan thematiseren. Dus echt wel moeite insteken om niet alleen maar de layout en een paar boompjes en klaar, maar gewoon echt inderdaad die huisjes maken en de omgeving en de paden en weet ik het allemaal niet, dat dat maakt het gewoon veel leuker denk ik. Nou, hier heb ik dus een huisje gemaakt, zoals je ziet. En het idee was om, uh, om daar ook een soort van balkonnetje op te maken. Dit wordt het eerste huisje dat we dan gaan bouwen als uh, thematisering. Nou, hartstikke leuk. En uh, het is gewoon simpel. Ik, ik doe er gewoon wat kratjes op. Er komen uh, een schatkistje komt erop. Uh, misschien wat. Uh... Je had ook van die hele leuke bakken met planten erin. En uh, dat zag ook wel chic uit. Ja, dus en vooral die vloer. Ik heb die gebruik ik heel veel. Je hebt zeg maar van de piratenzet heb je geen dak. Je hebt zeg maar alleen maar die platte vloeren. Die zou je in principe voor daar kunnen gebruiken. Dus je moet uit een andere set de, de roofs pakken. Nou, je kan op zich wel dingen combineren. Dus dat is wel heel vet. En het geeft ook. Je bent ook verplicht om dingen te combineren. Omdat in niet alle sets zitten altijd de juiste objecten. Dus dat is ook wel fijn dat het verplicht wordt. Ik doe ook wel wat palmboompjes tussendoor. Want het moet dan wel een beetje die piratenfeeling krijgen. En zoals je ziet heb ik dus uh, ja, gekozen om uh, een ander dakje te maken. Een beetje een donker dakje. Wat ik ook gebruik voor, uh, voor die soort van. Uh, uh, het is geen vloeienmarkt. Uh, het is gewoon een, 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 uh, weet je wel, een, een piraten die gewoon allemaal troepen hebben. Er zit waarschijnlijk allemaal wijn in en allemaal van dat bier en zo. Ja, weet je wel? Of rum. Rum, dat drinken die piraten vaak, geloof ik. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dat zijn allemaal uh, onnodige details. In ieder gebouw heb ik ook wat hoger gemaakt. Omdat het nodig was. Omdat uh, de attractie best wel hoog in de lucht. Het is best nog wel een hoog. Een hoogte. Het is een hoge attractie, inderdaad. Dus ik had best wel een flinke laag erop moeten maken nog. En uh, het was ook heel leuk om te maken, hoor. Het is ook een. Het is niet grote dark ride. Maar dat heb ik expres gedaan. Ik wou liever dat buiten wat. Uh, groter was de layout dan binnenin. Goed. Nou, di dit zijn ook leuke dingetjes. Uh, van, die, uh, van die doeken die er hangen, weet je wel. En, uh, aan houten uh, pilaatjes. En uh, deze zweven, maar ik heb hem iets hoog gedaan zodat het net lijkt alsof ze op de muur zijn geplakt. Zeg maar. Nou, hier ging ik beginnen met het pad. Uh, ik wou ervoor gewoon een soort van paadje maken. En omdat het daar verhoogd was, leek het me leuk om inderdaad uh, trappetjes neer te zetten. Want ik had die mogelijkheid om dat te doen. En aan de andere kant heb ik dat ook gedaan. En uiteindelijk zal het pad terechtkomen bij de vuurtoren. Dat leek me heel leuk om dat zo bij elkaar te mengen. En ik vond ook dat het heel vet eruit zag. Zodat je, zeg maar, uh, dat je steentjes langs het pad kan doen. En, en van die kleine bloemetjes en van die plantjes en dat soort dingen. Dat, dat, dat ja, dat zag op zich wel heel tof uit. Ik dacht van nou, dit heeft wel iets. Dit maakt ook wel een hele sfeer vind ik. En dan natuurlijk met je attractie ga je over ja, dat, dat thema over al die omgevingen die je ziet, dat soort van dorpje, dat kleine dorpje. Dus dat gevoel dat had ik wel van, mocht ik in die attractie zitten, dan lijkt me dat heel vet om dat zo te zien. Dus daarom heb ik het ook op die manier gebouwd eigenlijk. Dat doe ik altijd. Als ik een attractie maak en dan heb ik zoiets van wat zou ik vet vinden om te zien? Hoe als ik in die attractie zat, wat zou ik het liefste willen zien ook? Dat is ook heel belangrijk. En toen kwam ik op het idee van, nou we gaan gewoon een soort klein piratendorpje maken. Waarin we dus een vuurtorentje hebben, waar ze dus in zitten af en toe. En uh, natuurlijk allemaal van die tonnetjes en zakjes, weet je wel. Tegen aan, hartstikke leuk. Die kleine details, die doen het hem denk ik ook. Nou, toen aan de zijkant wou ik van die groene bolletjes maken, maar ik vond het net te vrolijk. Ik vond het net te felgroen. Het was een beetje kleurrijk en het moest een beetje duister worden. Omdat de plantjes in de omgeving ook wat donkerder waren van kleur, qua groen. En uh, ik vond het er niet bij passen, dus ik heb ervoor gekozen om gewoon een paar van die farm uh, plants neer te zetten. Die uitkomen uit. Uh, of fern plants, geloof ik. Uit de Jurassic World set komen die. Nou, af en toe even mijn spel beslaan, dat is ook soms nodig. Nou, je ziet dat dat het aardig druk wordt. Ik heb behoorlijk wat plantjes neergezet. Het is overal een klein beetje opgevuld. Dat was ook eigenlijk wel de bedoeling. En uiteindelijk uh, maakte ik nog wat aan de zijkant om dat ook een beetje op te vullen. En uh, ik moest nog even een dak zoeken. En dat is altijd lastig, want ik probeer altijd een beetje dingen met elkaar te mengen. Maar het is, ik vind die zoekfunctie in Parkitect best wel, hoe zeg je dat? Het is even zoeken af en toe. Je moet wel echt op je gemakje even kijken. Maar als je op een gegeven moment gewoon de vaste sets weet te vinden en je gebruikt ze ook, dan kan je echt hele leuke dingen maken. En vooral van die piraten set kan je echt behoorlijk veel doen. En daarom doe ik niet alle attracties een piraten set. Alleen dit gebied doe ik een piraten thema geven. Dus daar hebben we het over de Wildwaterbaan. Uh, de, oftewel de Boomstamrivier. En natuurlijk deze hangende attractie, die nieuw is in het spel. Nou, dit is uiteindelijk wat het is geworden ongeveer. En ik ben heel erg blij met het resultaat. Ik had het, uh, ik had het niet verwacht dat ik zeg maar, dit zou bouwen in die tijd. Dat ik dit heb opgenomen. Ik heb het ongeveer in 50 minuten opgenomen dit. En uh, ja, ik laat me weten wat jullie ervan vinden. En als jullie ideeën hebben voor. Uh, attracties die ik moet renoveren, die jullie weten van mijn park, waar ik mee bezig ben, laat het weten in de comments. En misschien in de toekomst, dat weet ik wel zeker, komen er nieuwe sets uit die we kunnen gebruiken voor uh, attracties. Dus ik ben benieuwd wat jullie reageren. Uh, laat vooral natuurlijk een dikke duim achter. En ik zie jullie volgende keer weer terug in een nieuwe video van Parkitect, uiteraard. Tot de volgende keer. Doei doeg!